Onderweg hebben er mensen mij gezien. Want ja, van de Duitsers krijg je natuurlijk niks te horen. Hadden we als middageten gortsoep. Ik kon dat niet wegkrijgen. Ik zal de datum nooit vergeten. 14 maart 1944 stonden bij onze Duitsers aan de deur. Om 5 uur. 'S Morgens. Henk was thuis. Lag dus ook op bed. Moeder die kijkt voorzichtig en die ziet aan de overkant ziet ze een Duitse auto staan. Ze wisten dat is een foute boel. Dus Henk geroepen, wakker gemaakt. Henk, de Duitsers staan aan de deur. Henk is vlug uitgekomen. Mijn moeder heeft het warme kussen gepakt en een koud kussen gelegd. Henk die probeerde achterlangs te vluchten. Maar hij zag boven de schutting 2 Duitse petten. Hij kon niet weg. Toen is hij bij vader onder het bed gekropen. Toen is moeder open gaan doen. En dan werd hij gevraagd, waar is je zoon? Ja, welke zoon? Ja, uw oudste zoon. Luister, die man is, die bijna 30. Daar heb ik niks meer over te vertellen. Dus ik weet niet wat hij is. Nou, uw andere zoon dan. Nou, toen kwamen ze naar boven. Moest ik het bed uit. Waar is je broer? Dat weet ik niet, zei mijn moeder. Dus toen wist ik voldoende waar ik me aan te houden had. Mijn moeder was wat dat betreft heel kiem. Ze hebben het huis doorzocht. Ze hebben de werkplaats bekeken. Ze hebben het hokje waar mijn broer met zijn spullen zat. Maar ja, daar stond geen zender in of zo. Dat deed niet. Dus toen ze die kamer binnen wilde, het alkoof binnen wilde, toen zei moeder, ja, hier ligt vader, maar die heeft TB. Hup, die deur dicht. He, want daar waren ze als de dood van. Nou, en toen moest ik mee. Naar de academie. En ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt, maar als je op de academie terecht kwam, dan was het niet mis. Maar goed, ik heb geen slaag gehad, dat moet ik erbij zeggen. Maar ik moest wel, ik heb daar heel de dag gezeten, ondervraagd. En een uur of 5, toen ben ik naar het huis van bewaring gebracht. Ja. Dus je hebt daar een hele dag op de KMA gezeten? Ja. Waar de sigaretdienst zat? Sigaretdienst. Wat vroegen ze? Over mijn broer. En echt ook strikt vragen. Dat je hey, nou moet ik oppassen. Bijvoorbeeld van welke vrienden. Kijk, je kon niet zeggen dat hij geen vrienden had. En je kon ook niet altijd zeggen van, dat weet ik niet. Daar moet je zo mee oppassen. Want die zijn daar natuurlijk heel keen in. Hè? Hebben ze je op de KMA in het Duits ondervraagd of in het Nederlands? In Duits. Ja, er kwamen er 4 huiszoeking doen, 2 Nederlanders en 2 Duitsers. En die Duitsers hebben mij meegenomen, die hebben de 2 Nederlanders thuis achtergelaten. Dus die hebben 3 dagen of 4 dagen, dag en nacht, bij ons in huis gezeten. Met de gedachte van misschien dat Henk naar huis komt. Maar het was zo, het was maart, zei ik net al, hè? Het is koud en mijn moeder stookte niet. Dus die mannen die zaten in de achterkamer, koud te leien tot en met. Dus toen ze de gelegenheid kregen, en dat was rond 11:15, 12 uur, zijn ze met 2 allebei weggegaan. En een half uur later stonden er 2 anderen terug, maar in dat half uurtje tijd is mijn broer onder het bed uitgekomen en is naar Sol gevlucht. En Sol, dat was onze overbuurman, en daar is hij naar de zolder gevlucht. Hij moet zo snel mogelijk binnen zijn, want die Duitsers konden elk ogenblik weer terugkomen. Nou, en toen kwam 's middags Fik Sol en die kwam een fiets lenen. En toen wist moeder, oh, Henk is veilig. Want die fiets was voor Henk en daar is hij s'avonds toen mee naar de vloeiweide gevlucht.
Ja, toen heb ik een week in het huis van bewaring gezeten. Heel naar. Je komt daar. En moet alles uit doen. Alle veters uit de schoenen. Noem maar op. Ik mocht alleen de rozenkrans mocht ik houden. Naar de badruimte. Dan moest ik me uitkleden. Er werd alles genoteerd wat ik aan had. En schoenen, die moest ik uitlaten. Ik kreeg klompen. En werd ik naar een cel gebracht. Begrijp goed, ik had de hele dag geen eten gekregen. Op de KMA. En daar kreeg ik een stukje brood met, waar een paar keer met een mes in geslagen was, weet je wel, dat je het af kunt breken. Ja, daar heb ik gehuild als een klein kind. Ja. Ja. Maar goed, ik heb daar één nacht alleen in een cel gezeten. Maar de andere dag werd ik overgeplaatst en kwam ik bij een medegevangene. En dat was een zekere meneer Broos uit Roosendaal. En die vertelde dus dat hij parachutisten over de grens gesmokkeld had. Ik heb er precies een week gezeten, dinsdags erop. We zaten mensen erg hier iets te doen. En toen komt een bewaker binnen en die zegt, touw, pak je spullen maar, je mag naar huis. En ik was zo intens aan het spelen dat ik het niet hoorde. Dat je touw, je... Nou, en ja. Maar ik moest me wel af gaan melden bij de academie. En daar had ik schrik van. Maar er is niks gebeurd. Ik heb niet op een donder gehad. Ik moest alleen... als ik wist waar mijn broer was, moest ik het komen zeggen.